Wat er gebeurt in deze Henkie video? Video. Coole achtergrond sound effects. Nee. Laten we rust. Goedemiddag meneer. Hallo meneer de agent. Hallo. Hallo beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En nou, wat heb ik hier toch zoveel zin in? Ik heb al de hele dag een lach op mijn gezicht, want ik heb hier zoveel zin in, joh. Welkom bij weer een nieuwe video. We gaan eerst even nopjes kaatkoekjes eten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag allemaal leuke dingen doen. Au, jottem. Maar voordat ik de video begin, wil ik jullie eigenlijk allemaal vragen. Abonneer allemaal eventjes op mijn kanaal, want vorige keer had ik zo een enge motor gemonteerd. En ik wist niet wat er gebeurde. Abonneer nu eventjes allemaal of ik kom jullie opzoeken en dan kom ik jullie donuts opeten thuis. En je wil echt niet dat ik jullie donuts op kom eten hoor. Dat willen jullie echt niet hoor, dat is niet jottem. En like de video, 2000 likes. Ik kan nog steeds niet geloven dat sommige mensen dat niet doen, hè? Ik kan echt niet geloven. Oké, kijk eens, maar wat we gaan doen is, we gaan vandaag een beetje de criminele wereld gedag zeggen en zo. Dus eerst doen we auto van het slot. Ik heb een nieuw Henkie slot gemonteerd erop. Dan gaat de motor aan, de riem vast. Ik heb alleen mijn auto. Ik heb even snel denk ik boostbutton eraf gehaald. Want de politie vond het niet zo fijn dat hij zo snel ging. Maar ja, wij gaan dus de criminele wereld een beetje onderzoeken en zo. Maar eerst moeten we even tanken bij Ron. Ron, we gaan even bij jou tanken, oké? Nou, even tanken. De Mara is 66%, nu al 70% zelfs. Oh, dat gaat snel. Oké, onze eerste taak in het criminele leven, kijkers, is we hebben een criminele partner nodig. Maar wie? Maar met wie kunnen we dat allemaal doen? Er is allemaal chaos gaande, maar met politieagenten. Oké, doe normaal, Henkie. Alsof er niks aan de hand is. Alsof er niks aan de hand is. Wat is hier gaande, hé? Wat is dit allemaal? Wat is hier gaande dan? Met agenten, politie, mannen in pakken. Iemand met groen haar. Oh, hallo? Jongens, ik sta op camera. Oh, wat leuk. Wat leuk. Meneer, waarom bent u mijn auto aan het filmen? Wat bent u aan het doen? Ik ben even een foto aan het maken van deze prachtige auto. Waarom? Waarom is mijn panto? Waarom maak je een foto ervan? Ja, ik ben autoliefhebber en ik zag deze auto en ik dacht, deze heb ik nog nooit gezien. Mooi is hij, ik heb hem zelf gemonteerd. Ja, ik vind de boelbar mooi. Dankjewel, hij zegt zo jotten mooi. Hoeveel mensen heb je er al mee overreden met deze bumper? Overreden? Of was dat de verkeerde vraag? Nou, geen één. Ik rijd geen mensen over hoor. Gelukkig. Ja, wil je de eerste zijn? Nee. Nee. Jongens, het is bijna avond en dat betekent dat we onze eerste criminele activiteit gaan doen samen. We gaan iemand zijn huis bezoeken. En de reden dat we hem s'avonds pas bezoeken is omdat hij dan ligt te slapen. En dan ziet hij ons niet. Oké, jongens, we zijn aangekomen op locatie. En dit is niet zomaar een locatie. Dit is een hele coole locatie. We parkeren de auto even hier, alsof het niks is. Huh? Hey, dit lijkt wel mijn huis. Dit is mijn garage. Nou, moet je nou zien? Dit is gewoon een hele andere variant van mijn huis. Hoe kan dit nou? Oké, dit is dan wel een beetje anders. Maar vooral dit. Gewoon de oprit zo. Deze is wel lelijk, dan mijn oprit is mooi. En dan de monteurdeur hier. Oh, wat leuk. Kan ik hier ook in de tuin? Oh! Nou, dit is gewoon mijn eigen huis, maar dan ergens anders. Wat leuk. Ik heb gewoon mijn eigen ontwerp gestolen eigenlijk. Wat stof van hem. Oké, kijk eens. Het is tijd. Het is tijd om te beginnen met een inbraak. Ik zei al leuk dat we iemand gaan bezoeken. Maar we gaan eigenlijk iemands huis inbreken. Ik moet een serieus gezicht hebben hiervoor. Oké, we zijn er klaar voor, kijkers. We gaan een heel serieuze overval plegen. Van overval iemands huis inbreken. Dus we moeten heel voorzichtig het hekje open doen. We mogen niet gespot worden. Hoor je het? Ik wil inbreken. Ik heb vandaag bij me meegenomen een verbogen paperclip. Die gaan we gebruiken. En terwijl we die gebruiken, breken we langzaam in. Dus we moeten rustig horen tot het klikje van de deur is geopend. En klik! Ik hoorde hem. En nu wordt het heel spannend. Nu mogen we geen enkele aparte beweging maken. Of we worden gespot door de persoon. Oké, kijk eens. Dit is... Oh, er is hier iemand. Wie is dit? Oké, doorzoeken, snel. Doorzoeken! Oké, we zijn langzaam aan het doorzoeken. Kijken of we wat in het kastje kunnen vinden. Kijk eens. Oh, wat spannend. Ik heb een Samsung SL gevonden. Wie is dat? Hij zag ons niet. Oké, we moeten snel en voorzichtig zijn voordat hij ons gespot heeft.
hij is weg. Snel. Snel, nu is mijn moment. Dit is mijn moment. Daar gaan we. We doorzoeken het eerst volgende kastje. En we hebben gevonden. Een tv-meubel. Oh nee, we hebben nog een Samsung S8 gevonden. We hebben een ring gevonden. Kijk eens, een ring. Oké, dan moeten we wachten tot hij weggaat hier. Oh, dit was zo... Oké, dan gaan we kijken waar hij vandaan kwam. Want hij heeft ons sowieso niet doorgehad. Voorzichtig. Oh, er ligt iemand te slapen. Kijk eens. Hij mag ons niet horen. We moeten wel heel stil zijn. Kijk eens. Oh, Jotte. Oh, dat mag niet zo hard. Oh, ik heb Wiet gevonden. En mijn hoofd is weer eens verdwenen zoals gewoonlijk. We hebben hele gekke dingen gevonden. We mogen hem niet wakker maken. Hij mag absoluut niet wakker worden. Hij is wakker. Laat me met rust. Kijk eens, dat ging heel soepeltjes. Ik heb denk ik nog nooit zo'n soepele inbraak gehad als dit. Maar kijk eens, we houden het natuurlijk niet bij één huis. Daar kunnen wij het niet bij houden natuurlijk. Wij hebben hier... Niks aan het handje. Oh, daar komt-ie. Goedemiddag, meneer. Hallo, meneer de agent. Hallo. Wat bent u hier aan het doen? Ik ben hier aan het rondkijken. Kijk, ik was even onder de indruk, want dit lijkt heel erg op mijn eigen huis. Dus ik wilde het even inspecteren. Of het echt zo was. Ja, exact. En daar leek je inderdaad op. Oké, duidelijk. Nee, excuses dan. Dan wens ik u nog veel plezier met bezichtigen. Nou, dank u wel. Hey. Dank u wel. Hij geloofde het. Wat een sukkel is het eigenlijk. Meneer de agent. Ik heb trouwens nog even... Ja. Ik zag iemand dit huis ingaan. En volgens mij was het niet zijn eigen huis. Of trouwens dit huis. Of volgens mij een van deze huizen. Ja, ik zag hem naar binnen sluipen. Hoe zag de persoon eruit? Ja, ik stond aan de overkant daar, want ik was even alle huizen gelijk bekijken. Maar iemand die sloop hier toch naar binnen. En het zag voor mijn gevoel niet uit alsof het zijn huis was. Oké, was het een van deze twee huizen? Of was ja, deze? En die auto die daar staat, die nu wegrijdt. Hij rijdt nu de hoek om snel. Ja, wat is daarmee? Die, daar stapte hij uit. Uit die auto. Eruit. Ja. Maar ja, ik ga eerst even voor de persoon zelf. Ja, dat snap ik. Hij heeft in feite niks gedaan. Nee, dat snap ik. Maar dankjewel voor het melden. Graag gedaan. Dit is toch leuk om te zien? Kijk eens wat hier allemaal gaat gebeuren. Nou, de agent die heeft een kogelvrij vest aangedaan. Oké. Hij pakt iets uit de auto. Oh, hij stapt in. Oh, daar heb je hem. Hij komt eruit. Kijk. Oh, wat spannend. Hij wordt gefouilleerd. Oké, ze zijn hem aan het fouilleren. Kijk, daar heb je zijn persoon. Hey, goeiedag meneer, je kameraad. Hey, Henkie. Je kameraad wordt... Ja, hoe noem je het? Ze zijn hem aan het fouilleren. Ik zou hem snel helpen als het jou was. Maar het is geen vriend van mij. Maar hij stopt uit jouw auto. Oké, hij gaat zijn vriend nu helpen. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Oh, ik heb een beetje gestoken hier. Oh jee, hij kapt erbij af. Nee. Doe normaal, Henkie. Donut! Ik bedoel, hallo. Oké, kijk eens. Het plan is gelukt om de politie weg te jagen. Nu zijn ze hier geweest. En nu weten ze... Hé, er gaat hier niks meer gebeuren. Want er zijn al mensen geweest, weet je. Dus dan kunnen we gelijk nog een inbraak doen. Wat leuk. Maar kijk eens voor dit plan. Oh, moet ik naar de camera kijken. Voor dit plan moeten we eerst paperclippen verbuigen. Dus ik heb hier een paperclip. Die gebruik ik. Dus die ben ik nu aan het verbuigen. We hebben die paperclip erbij die vermogen is. Dan gaan we vervolgens... Gaan we het huis in dat net overval is. Zo, we zijn weer aan het inbreken. Deze keer gaat het 10.000 keer beter. Oh, er zijn meerdere mensen. Wat leuk, wat gezellig. Allemaal van mij. Van mij. Ook van mij. Oh, hey, laat me nou eens met rust. Ik moet weg. Nou, dit was succesvol toch, kijkers? Of niet dan? Meneer, waarom bent u hier nog steeds? Ja, ik wilde toch even... Dit is een moeilijke beslissing, hè. Ik heb echt moeite. Wat zijn de keuzes dan? Dit huis daar. Ja, die? Ja, en dat is het eigenlijk vooral. Het is vooral die... Dat is de enige keuze. Ja, maar het is toch moeilijk. Moeilijke keuze. Wat is zo moeilijk om te kiezen als je één keuze hebt? Nou, ik heb al een huis. Ik moet toch kiezen Ik heb er al één. Oh ja, exact. Dus je moet kiezen of je deze wil of die andere haalt. Ja, exact. Ze lijken exact hetzelfde. Alleen deze garagedeur is rood en mijn huidige is blauw. Ja, meneer. Heeft u hier nu weer iemand naar binnen zien gaan? Ja, ik ging even kijken. Hey, had u toestemming van de bewoners? Of was het open huis vandaag? Dat weet ik niet. Het huis was open. De deur stond open. Ja. Maar ik weet niet... Als de deur open staat, loop je sowieso gewoon naar binnen. Ja, ik denk ik wil toch even goed inspecteren of het echt een leuk huis is. Ja, maar dan moet je wel toestemming van de bewoners hebben. Ja, die man lag... hij lag in bed. Ja, hij lag in bed, maar had je toestemming om in zijn woning te kijken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem nooit gesproken. Ik wist niet echt wie het was. Is dat niet handig om even via je makelaar of via een makelaar te regelen dat je in contact komt met de bewoners in plaats van gewoon het huis in te sluipen?
ja, dat is misschien wel een goeie, maar nu heb ik hem al gewoon kunnen bekijken en nu weet ik dat ik hem niet wil. Maar net zat hij nog te twijfelen. Ja, maar ik wil hem niet. Ik weet niet waar je dat vandaan had dat ik hem zou willen, hoor, maar nee, ik wil hem eigenlijk helemaal niet. Meneer, ik krijg nu al voor de tweede keer inbraakmelding op deze woning. Ja, maar dat was toch eerst die andere? Ja, maar u geeft hier eigenlijk zelf toe dat u die woning in bent geslopen. Nee, niet daar geslopen, ik liep gewoon naar binnen, hoor. Wordt dus ook niet toegestaan, dat is gewoon woninginbraak. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Ik wilde gewoon even kijken. Heb je spullen meegenomen? Ik had wiet gevonden en dat wilde ik eigenlijk inleveren, want dat is toch niet goed voor je? Zou ik je even mogen controleren op de opium en wapenmunitie, hè? Ja, tuurlijk, maar ik had ook aan u geven gewoon de wiet, als u dat wilt. Ja, alleen mogelijk heb je ook andere spullen op zak. Oh, ja, maar niks bijzonders verder. Kom maar, hoor. Oké, nou. Maar misschien is het inderdaad even handig om contact te leggen dan met een makelaar, voordat u dit gaat doen. Nee, dat is prima, toch? Zo, dus doet u vrijwillig afstand van die 124? Ja, die mag u hebben, joh. Die wilde ik eigenlijk al inleveren hierna. Althans, ik wil het weggooien. Ik weet niet wat ik met wie boost, dus maar... Je mag het hebben, hoor. Verder. Ik stond, wat was het, 20 minuten geleden op Blokkenpark Garage? Ja. En, u heeft daar een man over gereden. Dat was vrijwillig. Wil je de eerste zijn? Nee. Ja. Sinds wanneer kunnen we in Nederland vrijwillig mensen overrijden? Nou, die man was helemaal fan van mijn auto. Dus hij zegt, heb je ooit wel eens iemand mee overgereden? Hoeveel mensen heb je ermee overgereden? Ik zei, nou, eigenlijk nog nooit. En toen was het eigenlijk voor alles een eerste keer. En toen ging hij klaarstaan en toen mocht ik hem overrijden. Die persoon is toen wel naar het ziekenhuis gegaan, want die had een aantal wonden. Ja, ik dacht voor alles een eerste keer, weet je. Ja, exact. Het is allemaal verder in orde. Ja. Dan wens ik je nog een fijne dag. En let er even op dat u niet zomaar iemand huis in loopt. Nee, ik ga ervoor toe op letten, maar ik ga dit huis toch niet aan. Ik heb toch een mooier huis. Hij geloofde het gewoon. Ik was eigenlijk aan het inbreken. Hij geloofde gewoon wat ik het allemaal over had. Wat leuk! Nou, dan gaan we door. Dan gaan we snel door. Hij volgt me. Hij hoorde toch niet wat ik zei, hè? Nou, we zijn weer lekker thuis. Niks aan het handje. Meneer de agent heeft ons helaas gevolgd. Waarom heeft hij me nou gevolgd? Wat is er nu weer mis, meneer de agent? Oh, daar bent u weer! Sorry, ik was meneer, enthousiast. Ja? U zegt tegen mij dat u aan de verkeersregels houdt. U rijdt 2 keer de rood. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nou, kijk eens, ik hoop dat jullie de avonturen van 1 keer weer leuk vonden vandaag voor mij. Abonneer al eventjes op mijn YouTube-kanaal, dat was het vandaag weer. We gaan volgende keer nog meer spannende dingen doen. Ik hoop dat jullie leuk vonden, duimpje omhoog en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Yeah.